Allemaal, leuk jullie weer te zien. Fijn dat jullie er weer zijn. Even wat anders. Iedere keer hetzelfde is ook niet altijd leuk. Dus, ik heb een aantal shoplogs. Ik heb er 5, dus dat doe ik al in 1 video. En 1 gekregen erin. Van een collega. Maar die laat ik dan gelijk wel zien. Dus deze steen. Sorry voor mijn nagels. Dus deze steen. Je hebt ze zelf gemaakt. En daar staat Happy Stone. Ook zo leuk, want dat roosje lijkt precies op mijn roosje, op mijn schouder, mijn tato. Dus die heb ik alvast gehad. Toen heb ik een bestelling gedaan bij Nora. Want ik zag bij Edith dat ze een leuke jurk aan had. En ik kon het niet laten, dus heb ik het ook maar gedaan. Of toch ook dat die in mij zou staan. Ik zal het wel zo laten zien hoe die staat. Oh, ik ben een beetje blur. En anders doe ik het wel even op Instagram. Eén van de twee. Dan heb ik er nog één. En dit is een beetje plissé-achtig. Zoiets. Zoals je kan zien. En die is heel lang. De ene was, de zwarte was 49,99 en de gele was 39,99. Ik weet niet of ze allebei nog te koop zijn, dus dan moet je heel even kijken op de site en dan kan je ook vinden of ze nog in de winkel zijn. Dat durf ik ook niet meer te zeggen. Bij de Action geweest, daar heb ik Rusty Rose 327 gehaald. Ik vond het een hele mooie kleur. Dus die. Een super lekker luchtje. Die lipstick was, even kijken, 1,39. Ja. Deze was 5,99, is 100 milliliter. Super lekker luchtje. En ik liet iets vallen. En hij. Oh, ja. Bijna wel zag ik een puntslijper deze. Met 4 puntslijpers. En die was 65 cent. Ik vond het wel wat. Voor op reis. Of thuis in gebruik. Een van de twee. Kijk. Dan kan je. In ieder geval. Geen zaag zal meer verliezen. Ik heb een bestelling gedaan bij Douglas. Dan heb ik in deze besteld. En deze besteld. Die heeft deze kleuren. Moet ik deze openmaken? Eigenlijk wil ik het niet, maar. Anders krijg je er weer vragen over. En deze kleuren. Ja, ik zal even het plasticje eraf halen.
dus die. En die waren allebei 24,99. Ik weet niet of ze nog te koop zijn of het nog de aanbieding is, want dus die. En dan heb ik nog een kringloop. Het goed. Dan heb ik dus twee van deze gekocht. 50 cent per stuk. Heel makkelijk om dingen warm te houden. Ja. En dit tasje. Ik ben verliefd op dit tasje. Het is een kersttasje. En soms vind je gewoon echte merken. Dit is een echte kers. Die heb ik niet om te zeggen korting op gekregen. Want ik heb ook nog een dure merk Leptos tas. Dus die twee en die. En die twee dingetjes. Ik was. Even kijken. Zeg maar. Iets meer dan 40 kwart. Maar ja. Die laptoptas had ik nodig. Dat tasje vond ik gewoon geweldig. Want ik spaar dat soort tassen. En die dingen had ik ook nodig. Ik ben ook met het nieuwe normaal geweest. Ik heb hier de tas. Heb ik nog ergens de bon? Ja. Dus de ethos, die heb ik ook nog. De normaal heb ik hier. Ik zag dit, ik denk, en laat ik het eens proberen. Sieraden Organizer is €4,20, is €8,40 als ik voor deze kwijt. Dan heb ik deze Michelin. Maat een micellair water make-up remover weggehaald. Het is een goed merk. Komt uit Amerika. Dus ik dacht, het is er. Laat ik het meenemen. Het kost wel €19,30. Maar dan heb je wel 500 milliliter. Nou, dat moet kunnen toch? Om het te proberen. Dan had Ernst. Gekocht. Die man heb ik er ook bij. Deze twee. En die waren €2 per stuk. Dus €4 voor twee stuks. Dus dat was bij Normal. En dan hadden we bij de Ethos. De tweede artikel voor de helft van de prijs. Dus ik heb een deze meegenomen. Dat is André Lanchet Strong Repair Shampoo. Gekocht. En die waren, even kijken, André Lon, €8,99. En er ging €7,99 af. Dan heb ik ook nog even mentholpoeder gehaald.
eigen, eet als eigen merk. Dus die was €2,45. Ja, is ook weer een aparte bon. En ik heb een lipstick gekocht, €6,40. Dus deze kleur. Nou, dat andere zie je dus nu ook al. Een Essie nagellakje. Dan weet ik niet of het Ballerina Slippers is. Maar ik vond het een leuk kleurtje, dus ik heb hem meegenomen. En ja, stond op mijn bon. Oh. De L'Oréal was 50% korting. Dus die was eigenlijk €15,99. Ik kreeg €8 korting. En die Essie was €9,99. Oké, nou, dan wil ik nog wel een lipstickje voor kopen. Toch? Nou, dat is dus alles wat we gekocht hebben. En voor zichzelf en ik. Dus ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje. Blijf je altijd op de hoogte. En